Het baggerbedrijf De Boer Boscalis Joint Venture is momenteel bezig met het onderhoudsbaggeren van de vaargeul in de Suriname rivier. Deze werkzaamheden duren tot oktober 2022 en kosten bijkans $370.000 Amerikaanse dollar per maand. De vaargeul is over een lengte van 68 kilometer uitgebaggerd tot een diepte van 4,5 meter. Binnenkort wordt een aanbesteding gehouden voor het uitdiepen van de vaargeul tot 5,5 meter, inclusief onderhoud. Die werkzaamheden starten in oktober en zullen ongeveer 10 maanden duren. De kosten hiervoor bedragen $35 miljoen. Het project wordt gefinancierd door het consortium van banken in Suriname en het ministerie van Openbare Werken.